Ja, de volgers, die schrijven mij. En soms dan deel ik zo'n bericht van die mensen. He, gewoon om hun toch ook een platform te geven, omdat ze anders totaal niet gehoord worden. En dit keer kwam het bericht uit totaal onverdachte hoek van een glaszetter. Vriendenkindje, een glaszetter. Hij zet glas, hij moet ruiten vervangen voor een woningbouwvereniging, weet ik veel. En die gaat van huis tot huis, maar die komt ook in de woningen nu van asielzoekers. En die zegt tegen mij, Harry, het is verschrikkelijk. Met zulke koeienletters schreef hij dat woord. Hij zei, je moet eens een weekje met mij meelopen. Dan weet je echt niet wat je ziet. Hij zei, dan kom ik in woningen waar Nederlanders, weet ik veel, 40, 50 jaar lang heel, heel erg zuinig met hun glaswerk zijn omgegaan in hun ruiten. Dat is dan figuurglas of zo. Hij zegt, en dat maken zij binnen een week, slopen ze die hele handel. Niks meer van over. En dan kan ik een week later weer komen, zijn de ruiten weer stuk. En als ik daar dan wat van zeg, en ik zeg tegen die mensen, je moet eens wat voorzichtiger met het glas omgaan. Dan gaan ze lopen klagen bij de woningbouwvereniging. Dat ik niet aardig genoeg voor ze ben. Dat is toch ook niet te geloven allemaal, mensen. Een glaszetter die helemaal niet meer goed wordt van het asielbeleid. Want daar hebben we het over eigenlijk. De huizen, zegt hij, die slopen ze gewoon allemaal. Als je in een woonkamer komt, er is een vuilnisbelt, Harry. Soms ga ik gewoon niet eens naar binnen en denk ik, ja dag. Dit is veel en veel te erg. En dan zetten ze ook nog eens een keer de verwarming op z'n allerhoogst. Dat interesseert ze allemaal geen ene moer. Want zeggen ze, ja, het wordt toch allemaal betaald door de woningbouwvereniging. Alles is gratis. En af en toe moet ik ook naar een AZC toe. Want als het ze niet bevalt, dan trappen ze daar ook ja, de ruiten uit de ramen en uit de deuren. En moet ik zeggen, en dat vinden ze daar voorkomen normaal. Bij zo'n AZC. Dus wordt ook helemaal niet bestraft of zo. Harry, wil je dit alsjeblieft doorgeven? Dat zegt de glaszetter tegen mij. Hij zegt, want ik ben het spuug en spuug zat.